Mama! Mama! Een brief van Don Pedro. Hij komt met heel de familie logeren. En hij kan vandaag al hier zijn. Oh, ik weet het. Een maand geleden kreeg ik ook al een brief van hem. Ja, hij miste het stiefje. Hij moest eerst een zaakje afhalen in Chicago en daarna wilde hij een tijdje rust. Amerika werd hem zeker te heet onder de voeten. Het is hem dus weer gelukt om het er levend vanaf te brengen. Nou ja, vooral dankzij zijn jonge assistent Claudio. Hij schreef dat Claudio de meest onmogelijke zaakjes voor hem heeft opgelost. Nou, die schijnt erg goed te zijn. Het komt er dus op neer dat Claudio het vuile werk van Don Pedro heeft moeten opknappen. Doe toch het niet zo kattig, Beatrice. Ja, jij hebt het hier wel over een vriend van mij, hè? Ik wil mee naar Amerika. Ja, het is een aardige jongen, maar je gaat niet met hem lopen. Ja, ze zullen wel staan te huilen van geluk. Maar komt hij zelf ingenomen, opgeblazen, blaaskaart op de laatste zin? Of blijft hij achter in Chicago? Ze bedoelt zijn advocaat Benedict hierop. Oh, die. Ja, die komt ook mee. Heb jij zo'n belangstelling voor hem? Ik heb een keer met hem gewet dat hij geen enkele rechtszaak zou winnen. En als dat wel zo zou zijn, ik een groot feest zou organiseren en met die droomkloot zou dansen. Maar het is een hele goede advocaat, Beatrice. Oh, kom, hij stelt niks voor. Het is een zelfingenomen, opgeblazen blaaskaart, die zichzelf heel graag wil praten in papieren. Daar is hij misschien niet slecht in. Wat is dat geen vet? Gaat van verdammen. Luister maar niet naar haar heren hoor. Zij en Benedict die zijn al jaren aan het bed vechten. Als die twee elkaar tegenkomen, nou dat is een meteen raak. Ja, het lijkt er allemaal om te lachen. Maar het is wel een lachen met een vlijtscherp kantje. Als wij discussiëren, redt hij altijd af als een gieter. Bij ons laatste gesprek wist hij niet meer wat hij moest zeggen. Dus stond hij te stuttelen met volzin en die werd ik nergens opzoeken. Die man, die heeft echt een plaat verstopt. Als hij een beetje verstand had, dan zou hij op die plaat met grote letters doodkloot schrijven. Zodat wij hem kunnen onderscheiden van de rest. Maar met wie is hij zo dikke maatjes? Want iedere keer als ik hem zie, dan heeft hij weer een nieuwe boezemvriend. Echt waar? Hoe is dat nou mogelijk? Simpel. Hij gaat met zijn vrienden om, net zoals met zijn onderbroeken. Hij heeft er maar één. En aan het eind van de maand ruilt hij die oude in voor een nieuwe. Hij staat bij jou blijkbaar niet in een goed blaadje. Nee, en anders dan scheurde ik hem wel uit mijn boekje. Maar vertel eens, wie is er zo gek om een reis met de advocaat van de duivel te maken? Claudio. Nou, dan is het te hopen dat die Claudio een beetje stevig in zijn schoenen staat. Want Benedict is net een besmettelijke ziekte. Moet je helemaal pillen slikken om daar vanaf te komen. Behalve jij, Beatrice. Jij zou er niet zo vlug gek van worden. Nee, ik niet, nee. Pas als de mussen in januari van het dak vallen. Dat je ons met open armen ontvangt en dat wij rustverstorers hier in een tijdje te gast mogen zijn. Don Pedro, weer ongeschonden terug in Messina. Wees welkom in mijn huis. Dank je. Ik heb tot dusver een goed jaar gehad en dat wilde ik graag zo houden. Is dat je dochter? Ze lijkt niet op haar vader samen. Ja, dit hier is nou Hero. Ja, haar vader die twijfelde wel eens. Maar ik heb haar gebaard, dus ik weet het zeker. Maar Benedict, natuurlijk lijkt ze op haar vader. Hetzelfde waar dingen voorkomen. Ken je mijn zus Giovanna? Dus jullie hebben geen ruzie meer? Ik heb geleerd om mijn woorden in te zetten. Giovanna had samen met de leiding over mijn huis. Claudio en Benedict, die ken je natuurlijk. Nog zelfs dezelfde advocaat en secretaris. Ze zijn hun salaris dubbel en dik waard. Dit is Baraccio, hij handelt al mijn lastige zaken. En natuurlijk de ladies. Met een absoluut gehoor en andere zintuigen die op scherp staan. Zuka en Lamponi, mijn lijfer. Heb je die nodig dan, Don Pedro? Nou, hier op Sicilië waarschijnlijk niet. Maar in Amerika zijn er veel kamers. Laten wij afspreken dat we niet langer over zaken zullen praten. Hè? Hoe lang zijn jullie van plan om te blijven? Tot het klimaat in Chicago weer wat beter is. Nou, dat zal dus toch wel een tijd.
tijdje kunnen duren. Van mij mag ze blijven. Heb je die Claudio gezien? Hij is genoeg gekletst. Genoeg gekletst, meisjes, hè? Kom, laten we binnen met z'n allen een hapje gaan eten. Kom. Over jij. Ik zou willen dat ik niet zo hard van hart was. Want eerlijk, ik ben op geen enkele vrouw verliefd. Wat een geluk voor die vrouwen. Anders staat ze maar opgeschikt met een verschrikkelijke minnaar. Kom dan, heb ik net zo'n koud bloed als jij en denk ik er precies zo over. Ik zou nog liever een hond naar een kraai horen blaffen dan een man zweren dat hij van me houdt. Laat het, alsjeblieft zo blijven. Zodat er geen hordesmannen zijn die met twee blauwe ogen en krassen op hun gezicht rondlopen. Als het een man was zoals jij, dan zouden krassen in het gezicht en twee blauwe ogen niet zoveel verschil maken. Je zou een prima lerares zijn voor papegaaien. Een vogel met mijn tong is meer waard dan een paard met de jouwe. Ik zou willen dat mijn paard net zo snel was, net zo vlug was als jouw tong en zo'n groot uithoudingsvermogen had. Maar prima hoor, draaf maar lekker door, ik hou ermee op. Oh, slap hoor. En die met de paardenstreek. Mij uit het zadel gooien en dan snel weg willen lopen. Echt iets voor hem. Meneer de advocaat. Oh, heb je hero gezien, Benedict? Is niet wat ik zag. Ze is veranderd van een lelijke eentje in een prachtige zwaan. Nou, meer van een kuiken in een kip. Is het geen mooi meisje? Zeg eens eerlijk wat je van haar vindt. Wil je van mij een eerlijke reactie, van man tot man, of wil je van mij een dichtgetimmerd betoog als een ras echte vrouwenhater? Het is een heel mooi meisje. En ik wil dat jij eerlijk bent. Nou goed, ik zie nog heel goed zonder bril, maar ja, dat heb ik niet gezien. Ja, ik heb misschien ook niet zo goed gekeken, maar kijk, ik vind dat er nogal wat beperkingen aan haar zijn. Ze is de gewoontjes om bijzonder te zijn. Ze is te tof om te glanzen en te duf om te stralen. Maar, het enige wat ik van haar kan zeggen is dat ze niet mooi zou zijn als ze anders zou zijn dan dat ze is. En ondanks dat Beatrice, die furie van haar tante, kakelt als een kip, is ze vele malen mooier dan die slomme mus. Hé, hey, je bent toch niet van plan met haar te gaan trouwen, hè? Misschien wel. Ik zei het wel. Oh, stom. Nou ja, goed vooral. Als jij vast wil zitten aan een krielkip, terwijl er dan ook zoveel zwaantjes rondlopen. Nou, steek je net maar in een strop als je liever vast wil zijn zitten aan een vrouw. Maar mij niet gezien hoor. Ach kijk, ze komen je halen. Wat zijn jullie hier voor geheimen aan het spreken en waarom ben je niet binnengekomen? Nou vooruit, volgende dag ermee. Nou ja, kijk, als dat een bevel is, baas, dan zal ik het met veel plezier vertellen. Ja, dat is een bevel, man. Je hoort het, Claudio. Ik kan heel goed een geheim verwaren, maar stop, Pedro wil het weten. Hij is verliefd. En op wie vraagt het dan meteen? Nou, dan zegt hij met een idiote kop op Hero. En zij meteen de dochter van Leonata. Ik zag haar en ik was verkocht. Als dat zo is, dan zeg ik gefeliciteerd, want Hero is de moeite waard. Ja, dat zeg jij natuurlijk alleen maar om mij voor de gek te houden. Op mijn erewoord, ik zeg wat ik denk. Ja, en ik zei wat ik dacht, dat ik van haar hou, dat voel ik. En dat zij het waard is, dat weet ik. Ja, ik weet niet of je van haar kan houden en ik weet ook niet of ze het waard is. Dat is mijn mening. En die mening is er zelfs niet met 10 van die kippetjes uit te krijgen. Ja, jij bent altijd al een kippetje geweest. Je hebt jezelf wijsgemaakt dat liefde niet bestaat en probeert dat hardnekkig buiten de deur te houden. En je moet ontzettend je best doen om niet uit je rol te vallen. Ik besef dat ik door een vrouw op de wereld ben gezet en dat ze mij heeft opgevoed. Nou, daarvoor mijn dank. Maar verder ga ik niet. Nee, als je eenmaal aan een vrouw begint, is er geen weg meer terug. Voordat je het weet, dan loop je met 2 horens op je kop omdat ze het met een ander doet. Nee, daarom wil ik geen 1 vrouw het onrecht aandoen dat ik haar wantrouw. En ik behoud mezelf ook het recht dat geen enkele vrouw te vertrouwen. Zaak gesloten, ik blijf bij mezelf. En ik weet zeker dat jij nog eens bleek en ziek van verliefdheid zal zien. Van woede, maar nooit van verliefdheid. Mocht dat gebeuren, hè, dan mag je me bij wijze als uithangsbord, als cupido boven een van de deuren van je bordelen hangen. Als jij van gedachten verandert, dan sta je zelf al genoeg verschut. Maar goed, de tijd zal het leren. Ook een dolle stier draagt vroeg op laat het je. Een dolle stier misschien wel, maar ik niet. Mocht dat gebeuren, nou dan zaagt die stier zijn beide horens af. Plant hij die bij mij op mijn kop. En dan mag een of andere klatschilder er een portret van maken. En dat als uithangsbord fokstier te huur overal aanplakken.
Of je mag bij wijze van spreken als een kat in een zak stoppen en op me laten schieten. En diegene die me raakt uitroepen tot koning van de schutters. Hoeft dat maar niet raar? De beste schutters van Amerika lopen hier rond. Over Amerika gesproken, Benedict. Ja. Wil jij naar Leonardo gaan en vragen of er een vuur is? Zeg meteen dat we vanavond op het diner aanwezig zullen zijn en dat ik, ter ere van mijn terugkeer, een gemaskerd bal organiseer. Nou, kijk, een dolle stier heeft niet zoveel hersens, hè? Dus ik weet niet of ik dat wel kan ophouden. Heeft Leonardo nog meer kinderen? Nee, Hero is haar enige dochter. En erfgenaam. Laatste keer dat ik er zag was nog zo jong. Ja, in Amerika heb ik nog wel eens aan haar gedacht, maar door al die drukke zaken daar was ik haar wel vergeten. Ha, het is een mooie vrouw geworden. Nou, je hebt het behoorlijk te pakken. Pas maar op dat je je verstand niet verliest. Ik zal een goed woordje voor je doen bij Leonardo en natuurlijk bij Hero, want dat was zeker je bedoeling. Ja, maak er maar een mooi en lang verhaal van. Waarom een brug die breder is dan het water? Ik zal je helpen omdat je het verdiend hebt en het goed is dat je het houdt. Je kunt dan een tijdje op Sicilië blijven. Je laatste klusje in Amerika is een beetje uit de hand gelopen, dus het is beter dat ze je gezicht een tijdje niet zien. Meteen toen ik het terug zag was het verkocht. Ik kan alleen nog maar aan haar denken. Luister. Vanavond tijdens het gemaskerd bal zal ik onherkenbaar van mond voor Claudio spelen. Als ik bij de buurt kom, dan zeg ik dat ik jou ben. Ik zal tegen haar zeggen dat ik meteen toen ik haar zag, razend verliefd op haar ben geworden. Stop mijn hart bij haar uit en zeg hoeveel ik van hou. Daarna zal ik een boete opbewerken. En het eind van het liedje is dat ze allebei ja zeggen tegen hun huwelijk. Nou, kom, we laten er geen gras over groeien. Het geeft lucht. Je moet gewoon geduld hebben, dan komt alles weer goed. Dat zeg jij, mevrouw Ongeduld zelf. Nee, ik ben moest. Met Torpedo heb ik het uiteindelijk wel bijgelegd, maar die doet nog steeds of ik me laat ben. En Claudia ziet me helemaal niet meer staan. Overdrijf toch niet altijd zo. Hè? Torpedo heeft nu even iets anders aan zijn hoofd. En Claudio, die heeft vakantie, die neemt even een zijsprongetje. Als hij een zijsprongetje neemt, dan kan ik daar wel vrede mee hebben. Als het maar uit mijn richting is. Hij springt vast en zeker bovenop een of ander Siciliaans jong ding. Als ik erachter kom welke kip het is, ga ik er eigenhandig de nek om. Ach, hou toch eens op. Je moet het niet zo laten merken. Je maakt je voor iedereen belachelijk. Let op mijn woorden, zodra wij Sicilië verlaten, is hij jou weer vergeten. Geniet je ook maar een beetje van je vakantie. Ik voel me beroerd, omdat ik voel dat ik me beroerd moet voelen. Maar Pedro die heeft me blijkbaar nog steeds niet vergeten dat ik hem een keer in een zaakje een beetje bedrogen heb. Maar hij heeft je wel vergeven. Je werkt toch nog steeds voor hem? Wat kun jij een onzin verkopen, zeg? Met dat Pedro heb ik het uiteindelijk wel bijgelegd. En ik ben kwaad, heel kwaad. Omdat ik reden heb kwaad te zijn. Net als dat ik ga slapen als ik slaap, hè? En lachen als er te lachen valt. Wat nu niet het geval is. Oké, je bent kwaad en je voelt je beroerd. Maar je moet niet zo te koop lopen met je kwaaie kop. Want dan laat Don Pedro je zo weer vallen. Je moet die kwaadheid juist gebruiken om iets te doen. Hè? Misschien kan je daar eens over nadenken. Ik maak continu gebruik van mijn kwaadheid.
Maar ik zit nu eenmaal zakelijk aan Don Pedro vast en ik kan niet zomaar alles zeggen waar ik zin in heb. Maar ik ben niet van plan om comedie te spelen. Wacht maar. Laat me zijn wie ik ben en probeer me niet te veranderen, ja? Je moet het ook zelf maar weten. Ach, ze zijn binnen bezig met een feestje. En ze behandelen Don Pedro als een koning. En ik heb gehoord dat er een bruiloft op komst is. Van wie? De rechterhand van Don Pedro. De oom vol prezen Claudio. Zie je wel, ik wist het. En met wie? Met Hero. De enige dochter en erfgename van Leonata. Verdomme, ik voelde het. Meneer moest natuurlijk weer zo nodig verliefd worden op dat een schuiter dan een feestje kaken kan. En van wie heb je dat gehoord? Van Don Pedro en Claudio zelf. Ik heb ze afgeluisterd. Vanavond op het bal wil Don Pedro Hero het hof maken en een aanzoek doen. En als hij dan zich voor zich gewonnen heeft, dan geeft hij haar aan Claudio. Dat gaat mooi niet, toch? Er komt geen bruiloft. Claudio is van mij en niet van die magere kip. Maar wacht maar, hier zal ik eens een stokje voor steken. Die hanen met de mooie veren zullen wel iets anders gaan kraaien. Kom mee. Oh, wat ben ik blij dat Don Pedro hier met heel zijn familie is. Anders duurt hij zo maar zo lang. En wat een goed idee van hem om een gemaskerd bal te organiseren. Ja, dat heeft als dankbetuiging voor zijn verblijf hier geschokken. Ja, maar wat mij betreft dat die Giovanna wel in Chicago mogen blijven. Oh, wat een zuurpruim zeg. Ik kan haar niet aankijken. Of ik ben hier later nog zin om te praten. Ja, ze is een beetje stilletjes. Stilletjes? Het heeft wel een wassen beeld. Giovanna zou wat van Benedict moeten hebben en Benedict wat van Giovanna. Eén doet de mond niet open en de ander die raakt op maar door, als een oud wijf. Dus de helft van Benedict stond in Giovanna's mond en de helft van Giovanna's gezicht geplakt op dat van Benedict. En als Benedict dan ook een brede schouders, smalle heupen en geld als wapen had, dan zou het ideaal echt niet goed zijn. Geef mij maar Claudio. Maar is Giovanna niet al heel lang verliefd op Claudio? Giovanna? Wat moet Claudia nou met zo'n zuurpruim? Flink op kouwen en dan uitspuren. Beatrice, als jij zo doorgaat, zal je nooit aan een man komen. Dat komt dan heel goed uit. Want het spreekwoord luidt, hoe kwaaier de koe, hoe kleiner de horens. En een kwaadaardige koe, die heeft helemaal geen horens. En dat is precies wat ik wil. Het leven zonder horens is een leven zonder man. Jij wilt toch niet zeggen dat je zo tegen de mannen doet om ze buiten de deur te houden? Jazeker wel. Zonder man is het leven een zegen. Ik moet er niet aan denken. Zo'n man in bed tegen je aan. Met zijn ongeschoren baard tegen je aangedrukt. Get verdamme! Ik slaap nog liever naakt tussen de brandketels. Probeer eens een man zonder baard. Wat moet ik daar nou weer mee? Zonder baard is hij minder dan een man. En met baard is hij meer dan een jongen. Moet ik zo'n truiloor soms een van mijn jurkjes aantrekken? En hem als dienstmeisje gebruiken. Misschien. Nou, geef dan maar een zuurpruim van een Giovanna. Ja, pas wat bij haar. Ja, ze mag dan wel de rechterhand zijn van Don Pedro. Maar ik vertrouw er voor geen cent. Ik pak er helemaal niet. Kom, ik ga eens naar de DJ toe om te kijken of je al geïnstalleerd is. Antonia heeft gelijk. Giovanna is echt niet te vertrouwen. Ik wil vanavond met Claudio dansen. Oh, wat een zegen dat ik niet verliefd ben. Wil je dan geen man? Nee. Toch weet ik zeker dat jij eens nog een keer zult gaan trouwen. Dat denk ik toch niet. Als ik later voor de poort van de hel sta, heb ik geen horentjes op mijn hoofd. En de duvel wel, als een oude bedrogen echtgenoot. Dan wijst hij mij door naar de hemel en zegt, hier in de hel is geen plaats voor maagden zoals jij. Nou, dan haal ik mij om naar Sint Petrus. En dan vraag ik hem bij de vrijgezellen zit. We zullen zien. Hero, wat doe je nou als Sint Pedro je het hof maakt? Dan doe ik gewoon net alsof ik hem niet begrijp. Oh, kom, okay. Tijd om te feesten. Thank you.
zou heel graag een stukje met je wandelen. Als je langzaam loopt en niet zegt, vind ik best een eindje met je wandelen. Ik heb je wat onder vier ogen te vertellen. Ik zal het je zeggen als ik er zin in heb. Wanneer zal ik dat maar op? Als je gezicht me bevalt wanneer je je masker afgenomen hebt. Want als de viool net zoals je de kist, dan is zo weer weg. Niet zo hard, kom mee. Wat helpt die? Abangabo, wat dat dat zou ik om je eigen best wel niet willen, want ik heb namelijk heel veel te breken. O ja, noem het dan eens eentje. Ik bid altijd hardop. Heel goed. En dan heb ik namens gebed altijd hardop. Ah, oh, roepen. Goeie je kop, neem alsjeblieft een goeie dans. Wat helpt die? Abangabo, wat dat zijn die? En ik stond erbij en ik kon mijn oren niet geloven. Dus, Benedict, praat met hem. Het liefst zo vlug mogelijk. Zeg, als we nog iets te eten willen hebben, moeten we nu naar binnen gaan. Kom. Daar was Benedict wat en antwoord gegeven, maar alles met mijn eigen oren gehoord. Stop, Don Beko, verliefd op Hero. Hij doet het allemaal in zijn eigen baan. Hij zou verdomme voor mij een goed woordje doen en ik geloofde. Kun je vrienden dan nooit vertellen als het om de liefde gaat? Blijkbaar is verliefdheid als een kwaaie toverheks die altijd overal vriendschappen kapot maakt.
Hey, Claudio! Wat? Ga je mee? Waarheen? Nou, naar de dichtstbijzijnde boom om je op te knopen. Hey, dan gaan we nog even langs de bloemist om een mooie krans uit te zoeken. Wil je hem hebben om je nek of op je kist? Want Don Pedro is er met jou helemaal door. Ik wens hem veel geluk mee. Ja, ik kan me voorstellen dat je woest bent, hè? Ja, wie had eigenlijk ook zo'n streek van hem verwacht, hè? Laat maar alsjeblieft alleen, man. Weg! Ja, dan moet je niet kwaad op mij worden. Ik kom alleen maar de boodschap overbrengen. Als jij niet gaat. Ga ik zelf doen. Arme jongen, de rechterhand van Don Pedro. Knalt rustig wat tegenstanders overhoop. Maar ik weet niet wat ik met liefdesverdriet moet doen. Vreemd dat die Beatrice denkt mij een beetje te kennen. Wat denkt ze wel? Mij een beetje wegzetten als een clown en een droogstoppel noemen. Maar ik ben eigenlijk best wel vrolijk van aard. Ja, zij denkt zeker dat ze het middelpunt van de aarde is. Nou, wacht maar, ik zal ze een lesje leren. Heb jij Claudio gezien, Benedict? Hij was zojuist nog hier. Zo wankel als een krot in de achterbuurt. Ik heb hem verteld dat je verliefd bent op de Hero. Hij voelt zich de verlaten minnaar. Hij zou een pak ram moeten krijgen. Hoezo een pak rammel? Wat heeft hij dan gedaan? Hij gedraagt zich als een schooljongen die een vogelnestje heeft gevonden en dat aan zijn beste vriend heeft laten zien die er vervolgens ermee vandoor is gegaan. Beweer jij nu dat vertrouwen fout is? De fout zit bij de dief. Ja, dat klopt. En dat ben jij. Jij bent er met zijn vogelnestje vandoor gegaan. Ik wil zijn vogeltje alleen maar leren zingen en dan geef ik haar terug. Nou ja, dat is prima. Als het net zo zingt zoals jij praat, is het prima. Maar genoeg gepraat over Claudio, ik wil het zo voor jou hebben. Beatrice zegt dat er leuk is over een rotzooitje, is verschrikkelijk waar. Ja, dat is helemaal vrij. Dat doet ze juist over mij. Zonder dat ze het wist, dat ze het tegen mij had, hè. Noemde ze mij jouw naam. Nee, zij zit steeds te hakken takken. Geen wonder dat ze nooit getrouwd is. Ze heeft een stem als een sirene. En ze snauwt iedere man af die ze tegenkomt. En haar negatief gekakel maakt iedere man ook nog knettergek. Als haar adem nou net zo smerig zou zijn als haar taalgebruik, dan zou er in de optrek van 100 meter geen enkel mens meer overeind staan. Nou, vertel alsjeblieft niets meer over haar. Ik wil alleen maar even zeggen dat ze eraan kan openen. Kan ik misschien aan het andere eind van de wereld een boodschap voor je doen? Bijvoorbeeld in China een ivoren tandenstoker halen of in het Himalaya-gebergte een verschrikkelijke sneeuwman doodknuppelen. Alles liever dan drie woorden met wat kring uitwisselen. Nou, geen boodschap? Dat ben ik toch mee. Nee, je blijft hier. Ja, ik wil haar niet zien, dat gezicht bevalt me niet. Je hebt Benedict eronder gekregen, Beatrice. Nou, gelukkig is het niet andersom. Anders zou ik nog wel eens zwanger kunnen raken en van een nacht kunnen bevallen. Ik heb Claudio voor je gehaald, zoals je gevraagd hebt. Maar Claudio, wat kijk je ongelukkig? Ik heb gelukkig. Ziet dan. Ook niet. Ach, hij is niet ziek en hij is ook niet ongelukkig. Hij is alleen een beetje zuur als een citroen. En hij begint ook al dezelfde kleur te krijgen. Ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Luister Claudio, je zit er helemaal naast. Ik heb hier alleen maar gevraagd hoe ze over je denkt. Ze is verschrikkelijk verliefd op je en wil heel graag met je trouwen. En Leonata die heeft haar toestemming al gegeven. Ja, dat klopt Claudio. Jij mag met haar trouwen. We komen aan een dag voor de bruiloft. Nou, zeg eens iets Claudio. Het is jouw beurt. Ik kan alleen maar stil zijn. Ik weet even goed niet zo goed wat ik moet zeggen. Hero? Ja, als jij ook niks te zeggen hebt, geef hem dan een zoen. Kus hem helemaal plat voor mijn part. Oh. Nou, jij ziet, Don Pedro, dat Beatrice best een vrolijk hart heeft. Ja, ondanks dat iedereen van de straat raakt, behalve ik. Ik mag in een hoekje zitten, Jan. Och, ik heb geen man. Ik zal er hoogst persoonlijk voor zorgen dat jij een man krijgt. Het zou fijn zijn als je een broer zou hebben die op jou lijkt. Huh? Wil jij mij soms hebben, Beatrice? Nee. Jij bent te gevaarlijk voor dagen voor door de week. Alleen als iemand anders bij zou zijn voor elke dag. Maar neem wat ik zeg niet al te serieus op hoor. Zo ben ik eenmaal. En nou ga ik, voordat er meer onzin uitkwam. Je zou vaker zo moeten zijn. Volgens mij ben je onder een vrolijk sterrenbeeld geboren. Oh nee,
Mijn moeder die schreeuwde het uit toen ze van me beviel. Maar de sterren, die dansten wel. Dat vind ik nou iemand met een opgewekte geest. Nee, echt triest is ze nooit. Mijn dochter, hè, die heeft wel eens verteld dat ze in haar dromen allerlei dolle streken beleeft. Ja, soms ligt ze hard op de lach in de slaap, zodat ze er wakker van wordt. Maar ze is nooit serieus als het over een echtgenoot gaat. Jammer dat ze geen man heeft. Oh, joh, ze spot met alle mannen. Ze lopen allemaal heel hard voor de weg. Oh, nee. Ze zou een uitstekende vrouw zijn voor Benedict. Goeie genade. Nou, die twee zullen elkaar binnen een week gek maken met hun vermoeiende woordgrapjes. Dat brengt me op deze twee stille geliefden. Claudio, wanneer willen jullie gaan trouwen? Het is morgen al. De tijd loopt te krukken, zolang de liefde niet bezegeld kan worden met een huwelijk. Oh, mooi gesproken, Claudio. Jij moet gaan schrijven, jongen. Je hebt talent. Maar je zult toch nog eventjes geduld moeten hebben. Ja, ik heb zeker nog een week nodig om alles te regelen. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat geeft ons mooi de gelegenheid om eens leuk te ondernemen. Ik heb idee. Ik heb het plan om Beatrice en Benedict aan elkaar te koppelen. Wees zeker dat ik het voor elkaar krijg om die twee bloedvliegen op elkaar te laten wonen. Maar daar heb ik wel jullie hulp bij nodig. Oh, maar ik doe mee. Oh, al kost het me 10 slapeloze nachten. Dus ik wil ook graag helpen. Ah, jij, Eel? Ik doe alles om Beatrice aan de man te helpen. Prachtig. Maar Benedict is een goede partij. Hij komt misschien wel over als een doge worst, maar hij heeft goede eigenschappen. Hij komt uit een goed nest, hij is intelligent, een harde werker en zo eerlijk als goud. Kortom, een man waarop je kunt bouwen. Ik zal jullie precies vertellen hoe je Beatrice aan te pakken om haar verliefd te laten worden Beatrice. Daarentegen zal ik Benedict, ja, ondanks zijn tegenspetter, zo bewerken dat hij verliefd wordt op Beatrice. Cupido, die zal er jaloers worden op de manier zoals wij dat pakken. Hij kan er een hoop van mij leren. Oh, wow. Ik heb me in tijden niet meer zo goed gevoeld. Fijn. Wil je maken? Ja. Heerlijk. Kom, dan zal ik jullie mijn plan vertellen. Het klopt dus toch? Claudio gaat wel met Hero trouwen. Mooi niet. We kunnen er natuurlijk een stokje voor steken. Het kan me niet schelen of de stok een spaar of een rietje is. Maar ik zal natuurlijk toch komen. Ik ben er behoorlijk misselijk van. Ons vorige kletspraatje met Claudio heeft niks opgeleverd. Je moet iets stevigers verzinnen. Nou, ik heb wel een ideetje. Ja, het is een beetje vals. Maar als het goed gebeurt, kunnen ze me nooit betrappen. Nou, vooruit, Boratjo, voor de dag ermee. Ja, hoe wil je dat aanpakken? Kijk, Margaretha, Hero's vriendin, die is een beetje verliefd op mij. Hoe is het mogelijk? En ik kan al wel zo ver krijgen dat ze midden in de nacht met me meegaat naar Hero's kamer en daar voor het raam gaat staan. Is dat alles? Wat een plan, zeg. Ja, het geeft dat erin zit, moet je natuurlijk wel zelf uithalen. Jij moet naar Don Pedro gaan en zeggen dat hij zich voor eeuwig belachelijk maakt door Claudio, de fantastische, onweerstaanbare, onvergelijkbare... Ja, stop maar! Zo kan hij wel weer. ...bronde Claudio te laten trouwen met een slet als Hero. Hero, die pruisen trilkip een slet. Kun je dat bewijzen? Oh, ik kan genoeg bewijs leveren om Don Claudio, om Don Pedro voor gek te laten staan, Claudio voor schut te zetten, Leonata, ja, die zal van ellende dood neervallen. Zo goed? Ze kunnen van mij wat allemaal dood neervallen. Maar ga door. Jij moet naar Don Pedro en Claudio gaan en zeggen dat je zeker weet dat Hero een minnaar heeft. En dat je dat natuurlijk alleen maar zegt om Claudio voor bedrog te behoeden en hun eer te redden. Dat geloven ze nooit. Hero en minnaar, ze is nog zo groen. Zeggen dat ik het bewijs zal leveren. Luister, in de avond voor het huwelijk zal ik Hero met de smoes uit haar kamer weglokken. Jullie moeten dan zorgen dat Don Pedro en Claudio onder Hero's raam staan. En ze zullen mij dan zien staan met Margaretha. Ik zal Margaretha Hero noemen. Haar stevig vastpakken en misschien nog wel meer. Hoe het ook afloopt, we doen het. Maar wees voorzichtig, want die twee lijfwachten van Don Pedro zijn als de dood dat de leden van een andere familie hier naartoe komen om het feest te verstoren.
Ze zullen iedereen oppakken die buiten op een verkeerd uur rondhangt. Nou, vooruit Baraccio, ik ga met je mee. Nou, Giovanna, je hoeft alleen maar te onthouden. Hero heeft een minnaar. Goed, dan zal ik eens kijken of ik te weten kan komen op welke dag de bruiloft is. Claudio, echt verliefd. Van een trefzekere gunman is hij veranderd in een zak gekookt ei. Ik begrijp niet dat iemand zich kan laten meevoeren door een paar mooie ogen. Nee, voor mij moet een vrouw veel meer hebben. Ja, kijk, de een is deugdzaam, gehoorzaam, knap, mooi, lief. Maar voor mij moet ze alles hebben. Nou ja, en geld natuurlijk, hè. Daar komt Don Pedro en Monsieur Lamoureux. Ik ben benieuwd wat voor geheime dingen dat ze nu weer uitkramen. Kom, kom, Francisco. Je hebt beloofd dat dat liedje nog een keer zou zingen. Ja, blijf, Francisco. Het is zo stil hier. Het is even wat leven in de branderij. Zie jij waar Benedict zich verstopt heeft? Ja. Als jij klaar bent met je liedje, Francisco, dan zullen we de vondst zijn. Oh ja. Kom, Francisco, geen gekreuzel. Kom op met je optreden. Ja, nou, goed dan. Als iedereen dan zo naar mijn optreden smacht, nou ja, dan zal ik ook maar dat liedje gaan zingen, hè. Maar, pas op, hè. Het is maar gestuntel. Ik heb een stem als een kraai. Kom, kom, bescheidenheid is het kenmerk van talent. Goed, 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 goed. Noteer, hè, nog voor mijn allereerste noot, dat werkelijk geen enkele noot voor mij ook maar één notitie waard zal zijn. Wat heeft hij van nood op zijn zang? Noteer dus dat wij van geen nood notitie zullen nemen. Geen nood, het staat genoteerd. Wachten naar de liefde van een vrouw. Mannen blijft niet langer wachten tot ze zegt ik blijf getrouwd. Mannen neem het heft in handen, laat de liefde niet verzanden. Want het zal je maar gebeuren dat je eeuwig moet gebeuren. Om de liefde die je mist, dus zeg dat je je vergist. Dus niet langer wachten maar zeg ik hou van jou. Dus niet langer wachten maar zeg ik hou van jou. Grote wachten en dus wachten naar de liefde van een vrouw. Vrouwen wachten naar de liefde van een man. Vrouwen wachten niet maar langer dan je op hem wachten kan. Want een man is nu maar vruchtig en de liefde heel maar vruchtig. Hij kan het echt niet helpen, want het is niet gesteld. Hij wil jagen als de beste, als hij dan de lange les. In haar armen valt en zegt, hier ben ik dan. In haar armen valt en zegt, hier ben ik dan. Vrouwen wachten en dus wachten naar de liefde van een man. Het is een mooi lief. Ja, maar een slechte zang. Ah, kom, kom, kom. Hij zingt niet slecht voor een ander. Jongen, jongen, wat een gekrijg. Het lijkt wel een sirene die waarschuwt voor je ramp. Echt waar, Leonardo? Wie had dat ooit gedacht? Beatrice, verliefd op Benedict? Ja, Vos heeft het gehoord. Ik kan het niet geloven. Beatrice verliefd op een man? Dat kan ik me echt niet voorstellen. En dan komt Benedict, die is altijd op af te kraken. Maar de laatste tijd zit je wel vaak te dromen, hè? Oh, maar daar hoor ik je. Ach, daar is Hero. Laat ik haar maar vertellen. Hero, vertel eens over de liefde van Beatrice van Benedict. Ik dacht altijd dat ze alle aanvallen van de liefde hadden zo slaan. En vooral die van Benedict. Uit de toegang. Heeft ze Benedict al gezegd dat ze van mag? Nee, en ze zweert dat ze dat nooit zal doen. Ze zegt, ik heb hem zo vaak uitgelachen, hoe moet ik hem nu schrijven dat ik van hem hou? En dat doet ze dan. Ze schrijft iedere dag weer een nieuwe brief aan hem. Ze staat elke nacht van 20 keer op en dan zit ze daar in haar nachtjapon. Hij schrijft ze tot ze dan spreekt. Ja. Ze leest het keer op keer over en schudt het dan in 1000 stukjes. Ze schreeuwt op zichzelf omdat ze schrijft dat iemand die het toch alleen maar zal uitlachen. Ja, ja, ze zegt dat ze uit zal lachen als hij haar schreef. Hoewel ze van hem houdt. Ja, en dan valt ze op haar knieën, dan helpt ze. Ze slaat ze zo op de borst en rukt aan haar haren. En dan roept ze, oh lieve Benedict. En dan, oh lieve God, help. Echt waar. En haar hart stond en er zo buiten zichzelf. Dat ze allemaal bang zijn dat ze zichzelf iets zal aandoen. Ja, maar iemand zou het aan Benedict moeten vertellen als zij hem niet durft te schrijven. Waarom? Hij zou het toch alleen maar uitlachen. Oh, wat zouden we doen? Hè? Dan moeten ze erop knopen.
Ze is eigenlijk heel erg lief. En heel verstandig. In alles behandeling haar liefde voor Benedict. Weet je, ik heb eigenlijk best medelijden met haar, hè? Ja, ze voert een heftige tweestrijd tussen gevoel en verstand. En 10-1 dat het gevoel de winnaar is. Ja, want ik ken haar. Oh, ik wou dat ze zo verliefd was op mij. Ik zou al werkelijk met alles verwennen wat allemaal lief was. Je moet het aan Benedict vertellen en eens horen wat hij zegt. Denk je dat dat zou helpen? Ik ben ervan overtuigd dat zij aan ten onder gaat als het zo verder gaat. Ze zegt dat ze zal sterven, of hij nou van houdt, of niet. Ja, ze zal wel eerder sterven dan hem aan liefde bekennen. Ja, en als hij haar toch het hof zou maken, dan zou ze zichzelf nog eerder iets aandoen om maar iets van haar kattigheid los te laten. Ja, ja, maar daar heeft ze groot gelijk. Beatrice zou haar alleen maar uitlachen als ze ook maar iets van haar liefde maken. Ik vind hem voor een man eigenlijk wel heel aantrekkelijk. En meestal is hij verstandig. En hij kan zo goed praten. De meest ingewikkelde rechtszaken wint hij. Zelfs zonder de getuigen op te hoeven komen. Zullen we Benedict gaan zoeken en hem vertellen hoeveel Benedict van houdt? Ja, nee, dat doen we niet. Ja, zoveel niet ineens. Ja, dat overrompelt hem misschien te veel, hè? Als je nou niet toe had, dan weet ik dat ook niet. Luister. Ja. Nu moeten we hetzelfde grapje uithalen naar Beatrice. Oh, nee, Rota, moet jij verzorgen. Ja. De grap begint als ze allebei van elkaars hartstocht overtuigd zijn zonder de minste grond. Ja. Dat wordt een mooie kluk. Ja. Roep Beatrice en zeg haar dat ze Benedict moet roepen voor de lunch. Ja. Het kan geen grap zijn, daar waren ze veel te serieus voor. En Hero is niet iemand die ergens de draak mee steekt. Zie je wel dat ik in de smaak val bij de vrouwtjes. Mijn vakkennis in de advocatuur en mijn scherpe pleidooi maken indruk. Vooral bij Benedict. Het pleit voor haar dat ze eindelijk inziet wat ik ben. Goed, dan ga ik mijn best een beetje voorzetten. Ja, kijk, ze zult me wel uitlachen dat ik plotseling ben omgedraaid, maar ja, ik moet ook op mijn voorbestaan letten. Goed, de voortplanting wacht. Oh ja, en de mens, want de wereld moet bevolkt worden met intelligente mensen. Er zijn immers al genoeg clowns op de wereld. De voortplanting wacht. Daar heb je ze. Oh, wat ziet ze er allemaal mooi uit. Wat heeft dit te betekenen? Tegen mijn zin in word ik naar jou toe gestuurd om te vragen of je aan tafel komt. Maar het doet je wel plezier om die boodschap te komen brengen. Dank je. Ja, precies zoveel als je nodig hebt op het punt van de mes om een extra de bek weer vol te stoppen. Nou, ik heb blijkbaar geen zin om te komen eten. Tot ziens. Ah, tegen mijn zin word ik naar je toe gestuurd. Ik heb niet meer moeite gedaan voor die dank dat jij doet, moeite dat doet om te danken. Dat betekent eigenlijk, als je er goed over nadenkt, elke moeite die ik doe voor het danken is minder moeite dan het danken zelf. Oh. Ik wist dat het waar was. Oh, wat mooi. Wat ben ik een idioot geweest! Beatrice! Luister, Margaretha, jij gaat Beatrice zoeken en vertel haar te loof dat je gehoord hebt dat wij hier over haar aan het rollen zijn. Vertel ook dat ze haar oren niet zal geloven wat we allemaal vertellen. En dat ze zich het best maar even in de tuin kan verstoppen om ons af te luisteren. Duidelijk? Ja, dat vind ik heel leuk. Ik ga hem meteen zoeken. Doei. Ja, ik ben al weg. Ik ben zo benieuwd hoe ze reageert. Oh, ze zal haar oren niet geloven. We maken haar razend verliefd op Benedict. Ja, maar je weet ook wel zeker of ze komt. Oh, die is hartstikke nieuwsgierig. Die wil vast en zeker weten wat wij allemaal over haar te vertellen hebben. Luister, als ze zo meteen hier is, dan zijn we gewoon lekker aan het kletsen. Maar we hebben het alleen maar over Benedict. We prijzen hem regelrecht de hemel in. En we zeggen dat we hem gesproken hebben en dat hij ons vertelde hoe razend verliefd hij is op Beatrice. Dat hij alles op de wereld voor haar over heeft en tot stervens toen naar haar smacht. Oh, daar komt ze. Laten we beginnen. Zorg dat ze geen woord mist. Zalig om zo te hengelen. Kijk hoe greep het visje in het aas had. Kom maar visje, bijt me. Ja, maar ik vind het wel een beetje vals aas waar ze op afkomt. Shh, doe je best. Echt waar, ze heeft altijd op alles wat aan te merken. Maar ik ken haar.
Van buiten lijkt ze koud, maar van binnen is ze als een vulkaan. Een hart zo wild als een ongetemde valk. Maar weet je wel zeker dat Benedict verliefd op haar is? Volgens Don Pedro en Claudia wel. En ze hebben aan jou gevraagd om het tegen Beatrice te vertellen. Daar drongen ze wel op aan. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze tegen Benedict moeten zeggen dat hij zijn gevoelens voor Beatrice voorlopig nog even moet verbergen. Arme Benedict. Hij verdient het toch zeker om gelukkig te worden? Ja, natuurlijk verdient hij dat als geen ander. Maar heb jij ooit iemand gezien die trotser is dan Beatrice? Ze voelt zich boven alle mannen verheven. Oh, dat is maar goed dat ze niet weet hoe verliefd Benedict op haar is. Ze zou er toch alleen maar mee spotten. Ja, ze draait altijd alles om. Is een man knap en blond, dan zegt ze dat hij net zo'n haar zuster had kunnen zijn. En is haar groot en donker. Dan noemt zij hem een mislukte gorilla. En als hij te veel praat, dan noemt zij hem een opschepperige weerhaan waar de wind mee speelt. En zegt hij te weinig, dan is het een blokhout waar geen wind mee gedreven is. Zo draait ze van iedere man de slechte eigenschappen naar buiten en de goede die krijgen nooit een kans. Ja, iemand zal het haar moeten vertellen, maar ik niet. Oh, ik ook niet. Als ik haar vertel hoeveel Benedict om haar geeft, dan lacht ze me vierkant uit of sabelt me neer met die valse grapjes van haar. Oh. Dan moet je arme Benedict nog maar even blijven zuchten. Nou ja, dat is altijd nog beter om dan door haar uitgelachen te worden en er aan onderdoor te gaan. Ja, dat moet jij hem besparen. Ik zal tegen Benedict zeggen dat hij zijn hartstocht voor Beatrice nog maar een beetje moet bedwingen. Er zit niets anders op. Ja, maar het is niet eerlijk. Die twee zijn voor elkaar geschapen. Beatrice met haar snelle geest en Benedict met zijn scherpe tong. Benedict is een zeldzaamheid. Hij zou stom zijn om hem zomaar te laten lopen. Ja, hij is inderdaad heel bijzonder. Ja, ja, en heel Cecilie heeft het over hoe knap hij is en hoe ontzettend geestig. Oh, de mooiste man van het eiland. Ja, op mijn kluiden na dan, hè. Kom, we gaan naar binnen. Volgens mij heeft ze alles gehoord en ik doe het volgende. Ik kan mijn oren niet geloven. Het is niet waar. Ik ben niet te trots om te luisteren naar mijn eigen gevoel. En ik heb heel veel liefde in me. En ik weet zeker dat ik een man zijn hoofd hartstikke op hol kan brengen en hem helemaal gek kan maken. Ik weet ook zeker dat ik een man in mijn bed alles kan geven waar hij naar verlangt. Het is niet waar dat ik koud ben. Ik ben juist heel warmbloedig. En ik zou ook niet spottend reageren als iemand mij zegt dat Benedict verliefd op me is. Ik wil best met hem. Oh, en ik zou hem alle sterren van de wereld laten zien. Ik blijf tot na de bruiloft en dan ga ik terug naar Chicago. Ga met je mee. Nee, nee. Ik wil niet dat je vrouw al na één dag in de steek laat. Dat zou hetzelfde zijn als je een kind een nieuw stuk speelgoed geeft en je verbiedt ermee de steek. Nou, jij dat niet. Benedict gaat met hem mee. Zijn geest begint een beetje weet te worden. Hij loopt hier rond alsof hij door de geesten overvallen is. Ik ben niet meer wie ik was. Ja, dat heb ik gemerkt. Je bent een beetje triest. Ik denk dat hij verliefd is. Wie, hij? Dan moet dat veel gebeuren. Nee. Ik denk dat ze geldig is. Ik heb kiespijn. Nou, dan ga je naar de tandarts, hè, en zeur niet over een beetje kiespijn. Ik weet zelfs zeker dat hij verliefd is. Nou, daar gedraagt hij zich anders niet naar. Behalve dan dat hij wat meer aandacht aan zijn uiterlijk besteedt en er wat jonger uitziet. Als hij niet verliefd is, dan mogen ze me opknopen. Hij staat puur voor de spiegel om zijn haren te kammen. Een haren glimmen van de gel, kijk. Fris geschoren. Ja, en hij ruikt ook zo lekker, hè? Je ruikt op een kilometer afstand dat hij al een aantocht is. En het beste bewijs dat hij verliefd is, dat zijn die sombere buien van hem. En ik weet ook wie verliefd op hem is. Oh ja? Ja, dat is wie is het? Is het iemand die hem niet goed kent? Toch wel. Iemand die al zijn tekortkomingen voor lief neemt, maar hem haar liefde niet durft te bekennen. Wat zijn we grappig. Nou, die grappen van jullie helpen nu mij niet van die kiespijn af. Leonardo. Ja? Zou ik je even onder vier ogen kunnen spreken? Ik heb namelijk iets opgeschreven wat ik je graag zou willen laten lezen. Zonder dat die twee lollige hobbelpaarden erbij zijn. Natuurlijk, jongen, hè? Ik durf te wedden dat er met haar wat beter is op gaat. Vast en zeker. Hero en haar vriendinnen zullen intussen een spelletje met Beatrice wel gespeeld hebben. Ik denk dat die twee vechtbeeren elkaar binnenkort niet meer zullen bijten. Dag broer, kan ik je even spreken?
Natuurlijk. Vertrouwen. Claudio mag het wel horen, want wat ik je wil vertellen gaat ook over hem. Oh, wat is er dan? Morgen is het jouw trouwdag. Ja, dat weet iedereen. Dat is overal bekend, ja. Maar niet iedereen weet wat ik weet. Als er ergens iets mis is, vertel het me dan. Ik ben ervan overtuigd, broer, dat je uit vriendschap Claudio geholpen hebt om met Theo te trouwen. Ik wil onze goede verhoudingen niet verstoren, maar er is iets wat ik niet kan en mag bezwijken. Ja, ga verder. Als ik zeg dat het een slecht plan is, dat huwelijk, dan denken jullie vast dat ik jaloers ben. Ja, verouder, wat wil je eigenlijk zeggen? Ik denk dat je er verstandig aan doet om dat huwelijk niet door te laten gaan. Ik kan het maar beter eerlijk vertellen. Die dame is onbetrouwbaar. Wie? Hero? Niemand anders. Leonatus Hero, jouw Hero, ieders Hero. Onbetrouwbaar. Dat is nog een veel te mooie omschrijving om aan te geven hoe slecht ze is. Ik kan wel andere benamingen voor haar bedenken, maar die zal ik hier maar niet noemen. Ze zit na vanavond zelf maar een woord voor haar. Als jullie vanavond met mij meekomen, dan zal ik het bewijs leveren dat ik hier niet zomaar wat sta te zeggen. Dan zul je met eigen ogen zien dat er een andere man haar kamer binnensluit. En dan voor haar huwelijk. Hier geloof ik helemaal niets van. Jij liegt, dit is onmogelijk! Als je de moed niet hebt om te geloven wat je ziet, steek dan maar je kop in het zand en hou je van de domme. Maar ik kan je laten zien wat voor vrouw ze is. Daarna kun je beslissen wat je wilt. Als er ergens iets mis is. En als ik dat vanavond zie, dan zweer ik, dan zal ik haar morgen voor het altaar laten staan en voor alles en iedereen volkomen belachelijk maken. Ik zal je bijstaan. En daarna, hè, dan schiet ik haar minnaar een kogel als een kop. Daarin zal ik je niet bijstaan. Verder heb ik niets te zeggen. Hou je kalm tot vannacht, zodat ze geen afmaak krijgen. Dan zal je zien dat ik je voor een misstap heb bewaard. Als het waar is wat zij zegt, dan is dat een ramp. Als is geregeld voor het huwelijk. Dat zijn zo kleine dingen. Als het waar is, dan ben je er op tijd achter gekomen. Nou, kom. Leden van de familie. En ze mogen ook absoluut geen lawaai maken, want een wacht die praat en tatert is hoogst gepermitteerd en absoluut onduldbaar. Ze zullen eerder slapen dan praten. Ze weten hoe hun lijf van zich moet gedragen. Nou, het lijkt erop dat er doorgewinterde en bazalige types zijn. En ik zie niet in wat er aan slapen verkeerd mocht zijn. En laat ze vooral niet vergeten degene die dronken is naar huis te sturen. En als ze niet willen?
ze van de drank zijn ontnuchterd. Ik hoop dat ik alles kan onthouden. Als ze een dief tegenkomen, mogen ze ervan uitgaan dat het geen eerlijk man is. En hoe minder ze zich met dat soort lui inlaten, des te beter is het voor hun eigen veiligheid. Maar als ze weten dat het een dief is, moeten ze hem dan niet vasthouden? Of desnoods overhoop schieten? Of aan opvragen om ze neer te knallen? Maar de stoel wordt een beetje roestig. Ik ben van mening, wie met bek omgaat, zijn handen zwart maken. En als ze een dief tegenkomen, moeten ze hem de gelegenheid geven zich uit het gezelschap te ontstelen. Je hebt altijd bekend gestaan als iemand die baalmachtig is gezegd. Dat is waar. Ik zou nog geen hond op kunnen knopen uit vrije wil. Laat staan een man waar ze een greintje eerlijkheid in steken. Zeg, Zoeka, wat zou jij doen als je s'nachts een kind hoort huilen en je weet dat de moeder slaapt? Dan zou ik op meteen de verre lopen en het kind haar wakker laten maken met zijn gehuil. Want een ork die haar blaventoon niet hoort, zal veel minder naar een bloeiend kalf luisteren. Ja, dat is heel juist. En het laatste. Jij presteert het gezag, dat betekent dat de wacht zelfs Don Pedro hem halt mag houden. Dat lijkt mij niet helemaal een beetje. Don Pedro zou eigenhandig jouw nek omdraaien als hij die opdracht zou geven. Ik ben van mening wie de familie wetsverkrachtingen kent, zal ik erom wedden dat ze hem halt mogen houden. Natuurlijk niet zonder goed vinden van Don Pedro. Want een wacht mag nooit onbeleefd zijn en iemand aanhouden zonder goed vinden is onbeleefd. Kom, Zoeka, we gaan de mensen aan hun voorkant klaarzetten en hen de orders voor de nachtwacht aanwenden. Ten slotte kunnen ze bij zoiets belangrijks wel twee mensen met verstand gebruiken. Onze taak is om de nacht voor het huwelijk zuiver te houden van ongewenste intimidaties. Nachtwacht! Inbrot! Mars! Dorothea! Dorothea! Waar ben je nou? Dorothea! Hier man, ik sta vlak bij je. Je zou tussen de kamperfoelie wachten. Ja, sorry hoor, maar ik kon de kamperfoelie niet vinden. Ik ken het verschil tussen een roos en een dahlia, maar verder gaat mijn kennis niet. Maar vertel, hoe ging het bij het raam van Hero? Oh, het is zo goed gegaan. Giovanna was bijzonder tevreden. Ja, ze heeft diep in haar buidel getast om me te bedanken. Oh, dat vond je zeker ook nog heel lekker. Ook dat. Giovanna wilde vragen. Ik kon de prijs vragen die ik wilde en die heb ik gekregen. Oh, zo gaat het nou altijd. Als rijke sloeries arme donders nodig hebben, dan kunnen die arme donders vragen wat ze willen. Maar ik wist niet dat Giovanna zoveel geld had. Nou, het is maar goed dat jij niet alles weet. Oh, Giovanna heeft goed kunnen sparen. Zwijggeld van rijke klanten, die zijn weer verzweet voor Don Pedro. En jij spreekt hier weer over, begrepen? Ik weet van niks. Niet van de hoed en niet van de rand. Ja, laten we het dan alsjeblieft niet over mode hebben, hè? Giovanna mag dan een modepop zijn. In feite is het een ordinaire divinge en een vals krenk. Waar wij dan weer plezier van hebben. Lang leven de mode! Hoor jij iemand? Miauw! Ach wel nee, waarschijnlijk een kater op vrijersvoeten die van alle poezen uit de omgeving de koppen vol brengt. Jij brengt me ook de hele tijd uit mijn verhaal met je geklets over mode en katers. Hou nou toch eens even je mond, dan kan ik de rest van mijn verhaal vertellen. Kijk jij nou eens even, jij vroeg mij gewoon iets. Ik heb je alleen maar antwoord gegeven. Nou, luister. Ik heb vannacht in Hero's kamer staat hij met Margarita. Ik noemde haar de hele tijd Hero. Mijn liefste Hero. En Margarita was zo dronken dat ze dat niet eens in de gaten had. En beneden, onder haar raam, stonden Giovanna, Don Pedro en Claudio. En die hebben alles gehoord en gezien. En geloofden ze dat Margarita Hero was? Ja, Giovanna wist natuurlijk dat het Margarita was, hè. Maar Don Pedro en Claudio, die geloofden. Ah, Giovanna had natuurlijk hun oren vol met lastig praat gestopt. En ik was heel goed op dreef in mijn rol als minnaar. Ik was zelfs zo goed op dreef dat Claudio woedend wegging en zwoer dat de Hero in voor het altaar in aanwezigheid van iedereen de schande zou maken. Wat hebben we hier? We hebben hier twee gevaarlijke liederen, geit. Die blijkbaar contact hebben met een ordinaire modepop. En een bedrieglijke nachtstonde uitvoeren. Ik herhaal, wat doen jullie? Zoeka. Lamponi,
Bratje en ik zijn een stukje aan het wandelen. We hadden behoefte aan een beetje frisse lucht. Hoe jullie aan je behoeftes komen en wat jullie aan het doen zijn, mogen jullie morgen aan het ontbeten vertellen. Meekomen! Wat een dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Ik kan daar niet. Kom, kom. Ursula, weet je waar Beatrice is? Ah, die zal zo wel komen. Ik vond die andere jurk toen echt beter, Hero. Ik vraag toch deze. Maar hij is niet zo mooi. Echt waar, Beatrice die zal het ook wel zijn. Beatrice is gek en jij ook. Deze jurk is prima, ik vond die andere op een nachtjapon lijken. De jurk is mooi, er moet alleen nog iets op je hoofd. En je moet echt iets aan je haar doen. Ah, oh, hang erop. Mijn hoofd voelt steeds zwaarder. Het gewicht van een man zou je hele lijf met ik ook nog veel zwaarder maken. Charme, Ursula. Wat? Als je getrouwd bent, dan mag het toch? Hero, die zou waarschijnlijk willen dat je in plaats van een man echtgenoot zou zijn. Oké, okay, het gewicht van een echtgenoot dan. Is dat netjes genoeg voor jullie zuivere zieltjes? Het gewicht van een man is net zo zwaar als van een echtgenoot, hoor. Maar als het maar de juiste echtgenoot is en ook de juiste vrouw. Anders zou het licht zijn en niet zwaar. Nee. Goedemorgen. Morgen. Je zegt het zo raar, is er iets? Ik kan niet meer op een andere manier praten, denk ik. Zing het dan! Ik zal erbij dansen! Stil dan, Margaretha. Ben je ziek, Beatrice? Nee. Alleen mijn neus zit verstopt. Als een vrouw verstopt zit, wil ze gevonden worden! Godverdomme, sinds wanneer ben jij zo mooi? Sinds jij het opgegeven hebt? Oh, ik voel me zo beroerd. Oh, dan moet je een beetje benedictus bij me plakken. Dat is goed tegen beroerdheid. Met welke bedoeling zeg jij benedictus? Nou, ik bedoel dood gewoon bij. Denk je misschien dat ik denk dat je verliefd bent? Ik ben niet zo gek om alles te denken wat me te binnen schiet. Ik schiet er ook niks mee op om te denken wat ik zou kunnen denken. En wat dacht ik maar, oké? Ik denk niet dat jij verliefd zou zijn, ooit verliefd zou kunnen worden. Maar dat dacht Benedict ook, maar nu is het hem toch overkomen. Hij beweerde bij hoog aan mijn laag dat hij nooit zou trouwen. Maar nu is hij bekeerd en hopeloos verliefd. Ja, hoe jij bekeerd kunt worden, dat weet ik niet. Maar ik heb de indruk dat jij niet uit je ogen kijkt zoals andere mensen. Ik kijk je net van een stuk verder dan jij. Terug bij huis erbij. Hij wil toch op je leven. We moeten opschieten. Zometeen is het klaar nu. We zijn nog niet klaar. Ik moet helpen met uitkleden. Wat wil je nu eigenlijk vertellen, Zoeka? Ik heb in die stoep vertrouwen dat u ergens zal introduceren. Houd het alsjeblieft kort, want ik heb het ontzettend druk. Ik wil u het volgende vertellen. Ja, zeker, zo is het. Wat? Wat is zo? Dan woon die dwaalt af. Haar verstand is niet zo stom als ik me wel zou wensen. Ze kan lezen en schrijven, maar u mag me geloven. Ze is zo eerlijk als de huid tussen haar wenkbrauw en onder haar kin. Godzijdank, eerlijk ben ik wel. Zo goed als op het even, wie ter wereld lijf maakt, bent eerlijker dan ik. Vergelijken is particuleus en zwijgen is zilver, want Tony. Jullie zijn nogal langdradig. Dat doet me genoegen, dat van u te horen. Wij zijn maar lijfwachten. En wat mij betreft, al was ik zo langdradig als een bord spaghetti, ik zou me tot het uiterste inspannen om alles aan u te confereren. Wat? Al je langdradigheid? Ja, want ik heb gehoord, u bent de eerste vrouwelijke burgemeester van Sicilië en dat is heel bijzonder. Ik heb het ook gehoord en het doet mij veel genoegen. Het zou mij een plezier doen om te horen wat jullie mij te zeggen hebben. En wel heel snel. Wij hebben vannacht, in de exceptie van de aanwezigheid van Don Pedro, de twee doordrachte verraders opgepakt, die er in heel misschien net te vinden zijn. Laponi wil ook dat ze graag haar woordje zeggen. En zoals het spreekwoord luidt, als de oude dag binnenkomt, vliegt het verstand de deur uit. Als twee mensen paard rijden, zit er één achterop. Want de ene mens is de andere niet. Goed, ik heb voldoende gehoord. Ik heb nog meer te doen. Tot ziens. Nog een kort woordje. Ezra en ik. Laponi en ik hebben vannacht twee suspectieve personen aangehouden. En wij wilden hen, samen met u, met het gerechtelijke gerecht, hier en Don Pedro, het vlekken vuur uit het hand trekken. Doe dat dan maar zonder ons, hè? En we kunnen beladen maken. Of weet je wat? Schrijf maar een rapportje. Daar. Kom maar, Pony. Neem pen en papier mee. Wij gaan die twee verhoren. Dat moet met verstand gebeuren. Aan verstand zal het niet liggen. Dat zal ik je verzekeren. Hier zit iets dat Borracho en Dorothea zich tot de confectie kan dwingen. Kom, we gaan deze excommunicatie op papier zetten.